Het is met volle overtuiging dat ik collega Bernd Niedetski van de TU Graz in Oostenrijk voordraag om een eredoctoraat te ontvangen van onze eigen universiteit. Professor Niedetski belichaamt immers echt de moderne manier om een onderzoek te doen: namelijk interdisciplinair en niet gericht op eigen persoonlijk succes. Niet dat hij onsuccesvol zou zijn, in tegendeel. Alle klassieke parameters zijn simpelweg indrukwekkend. En dan heb ik het over publicaties, citaties, impactfactoren, wetenschappelijke prijzen, noem maar op. Maar desalniettemin blijft hij een nederig man die zich ten dienste stelt van onze samenleving, met als doel om onze economie duurzamer te maken en om onze industrie te vergroenen. Als biotechnoloog ontwikkelt hij immers processen om hernieuwbare grondstoffen. Om te zetten tot waardevolle producten, daarbij gebruikmakend van biologische tools, in essentie micro-organismen en hun enzymen. En het mooie is dat je daarbij altijd het totaalplaatje in de gaten houdt en rekening houdt met alle niveaus, van het allerkleinste, het DNA waaraan gesleuteld moet worden, tot het allergrootste, de reactoren waarin de producten worden gemaakt. En iemand die erin slaagt om al die aspecten samen te brengen tot één coherent geheel, tot een proces dat echt werkt, wel, dat noemen wij op onze faculteit een echte biogeneur. Dergelijke uitdagingen ga je natuurlijk niet alleen te lijf. Dat vraagt ons samenwerken. En om samenwerking te stimuleren heeft hij in 2010 het Oostenrijks Centrum voor Industriële Biotechnologie opgericht, afgekort ACIP, een beetje vergelijkbaar met ons eigen VIB dat alle relevante en complementaire expertise in Oostenrijk bij elkaar brengt. Ook de industrie speelt daar een belangrijke rol in om te verzekeren dat de innovatie de juiste richting uitgaat. En onder zijn leiding is ASEP uitgegroeid tot een organisatie die niet minder dan 150 onderzoekers herbergt, betrokken in een waaier aan strategische projecten, waarvan vele gefinancierd door de Europese Unie. AACIP heeft dan ook een sterke internationale reputatie opgebouwd en verschillende buitenlandse universiteiten zijn ondertussen toegetreden als geassocieerde partners. Ook de UGent bevindt zich in die bevoorrechte positie. Professor Niedetski heeft ook wel een historische band met Gent, waar hij zoveel jaren terug zijn eerste post ook heeft gedaan en toch ook wel een beetje zijn hart heeft verloren. Sindsdien is hij regelmatig blijven terugkeren om vroegere collega's te begroeten, maar ook in het kader van nieuwe projecten die er bijna altijd zijn geweest tussen beide partnerinstituten. Het is dus erg toepasselijk dat we die speciale band tussen Gent en Graz, twee studentensteden van vergelijkbare grootte en waar biotechnologie echt floreert, nu kunnen verankeren via dit Eredoctoraat. Professor Niedetski is een bron van inspiratie voor velen onder ons. Zijn passie voor hoogstaand en innovatief onderzoek. Zijn gedrevenheid om bij te dragen tot een duurzame bio-gebaseerde economie en het belang dat hij hecht aan integriteit als wetenschapper, maar ook als mens, maken van hem absoluut een waardige kandidaat om een eredoctoraat te ontvangen van onze Gentse Universiteit.